Tijdens de wedstrijd deed deze sporter een lijpe trickshot met het publiek. Kijk dit dan, wat? En hij raakte hem ook nog gewoon in één keer. Ja, vandaag kijken we naar onmogelijke sportmomenten. Bijvoorbeeld deze goal tijdens een potje voetbal. Bro, deze man doet een omhaal buiten de 16 en hij scoort hem ook nog eens. Zeg maar, dat is echt wel heel erg knap. Hij heeft heel veel geluk, maar wajo. En kijk wat hij doet. Hij tilt zichzelf op met twee vingers. Ik dacht oprecht dat dit onmogelijk zou zijn. Ik zweer het je. Hij doet zelfs een salto met twee vingers. Hoe til je jezelf op en doe je daarna nog een salto met twee vingers? Tijdens een potje baseball en... Huh? Wat gebeurde daar nou? Wat? Hij had hem in zijn zak. Wat? Oké, hij gooit dus de bal. Die bal stuit het via de handschoen de zak in van zijn blouseje, zeg maar. Wat is de kans dat dat gebeurt? Zoals je ziet staat het 92-92. En er wordt gescoord en er is nog 1,3 seconden tijd over. Maar deze guy, die scoort gewoon nog in die 1,3 seconden. Waardoor ze met 95-94 winnen. Zeg maar, ik heb niet veel verstand van basketbal. Maar dit is echt wel heel erg knap. En bijna onmogelijk om na te doen. Een potje rugby hebben we hier. En deze guy die heeft de bal. En hij springt er gewoon overheen. Hij springt gewoon over die man heen. Hé, zo kan je het ook doen. Gewoon over de mensen heen springen. Dan hoef je niet allemaal te beuken en zo. Veel slimmer. Deze man heeft heel veel IQ. Waarom doet niet iedereen dat? Gewoon eroverheen springen. We zijn opnieuw bij een potje basketbal. Het staat 41-41. En gaat hij erin? Hij gaat... Oh, hij gaat er gewoon in. Dat is oprecht de meest slome goal ooit. Hij gaat letterlijk daarop stuiteren en nog even balanceren. En daarna valt hij de basket in. Dat is echt lijp. Wat is de kans? We zijn weer bij een potje voetbal. En tegen de lat aan. Tegen de lat aan. Tegen de lat aan. Hoe kan een bal 3 keer achter elkaar tegen de lat aan gaan? Dan heb je echt veel pech. We zijn weer bij baseball. Hij gooit de bal en... Oh, wat is er gebeurd? Ik zie het niet. Oh, wat? Hij sloeg zo hard die bal dat zijn knuppel breekt. Oké, of hij heeft een hele slechte knuppel of hij kan heel hard slaan. Het is één van de twee. Ik denk nummer twee. Deze twee mensen springen precies synchroon. En het ziet er echt bizar uit. Hoe kan je zo tegelijkertijd bewegen? Ik vind het echt heel erg knap. Hij is aan het basketballen. Hij paast de bal en... Oh, wat? Hij stuitte de bal op de grond. En op die manier scoort hij. Oké. Hey, dat is wel heel erg ziek. Kijk, normaal gooit iedereen gewoon. En dan gaat hij erin of niet. Maar deze guy die scoort gewoon via de grond. We zijn opnieuw bij een potje voetbal. Oké, de keeper schiet de bal naar voren. En deze guy neemt de bal aan. Het is hem gelukt. Hij schiet. De keeper houdt hem. Hij schiet weer, de keeper houdt hem weer. En weer houdt de keeper hem. Oké. Hé, deze keeper die wil... Oké, ik heb nog nooit zo'n goede keeperactie gezien. Die keeper was echt gewoon een gekke ninja. Hij zat overal bij. Opnieuw een potje voetbal. En oh, die moet erin. Die moet erin. Gaat die erin? Oh! Oh! Oké. Hey, keepers zijn ander niveau opeens. Deze keeper die houdt gewoon een bal door middel van een omhaal. We zijn weer bij een potje basketbal. En... Oké, dat kan ook gebeuren blijkbaar. Die bal klemt gewoon letterlijk ertussen. En we zijn nog steeds in dezelfde wedstrijd. En het gebeurt gewoon nog een keer. 2 keer achter elkaar klemt die bal gewoon tussen de basket. En we zijn nog steeds... En 3 keer! Oké, nu zou ik oprecht afvragen... Is er iets mis met die bal? Volgens mij is er gewoon iets mis met die bal. Een lekker potje pingpong. Oké, dit gaat de goede kant op. Oké. Wajo! En smash. En oh. Wat? Deze guy. Gewoon. Hij lag op de grond. En hij pakt die bal gewoon. Dat is oprecht de lijpste pingpong actie die ik ooit heb gezien. We zijn hier bij een motorwedstrijd. En oh. Deze guy die zit niet meer op zijn motor. Sterker nog. Deze guy rijdt op zijn motor. Terwijl die letterlijk er langs zit. Ja. Deze man wil echt niet vallen. Dit is een basketbalwedstrijd opnieuw. En je ziet het misschien niet heel goed, want de kwaliteit is best slecht. Maar deze goal is echt lijp. Kijk dan hoe hij dat doet. En hij gaat er gewoon in, hè. Hij gaat er gewoon in. Kijk dan. Dat is ziek. Dat is heel erg lijp. Misschien moet ik meer basketbal kijken, want het lijkt me best leuk. We zijn weer bij een lekker potje voetbal. En nooit. Bro. Kijk deze goal.
Hoe doet hij dat? Gewoon zo, en hop, zo. Zo, ja, jullie zien mijn benen niet, dus voor jullie ziet het er raar uit. Maar ik deed hem na. En ik zeg je eerlijk, dit is een lijpe goal. Lekker aan het tennissen. En, wat? Hij gooide letterlijk zijn tennisracket om, zeg maar, die bal nog te pakken. En het werkte ook nog. Zeg maar, dit is zoiets van, als je het probeert, je kan of een sukkel zijn of heel cool. Werkt het of werkt het niet? Weer een potje baseball. Hij gooit de bal en... Wat gebeurt hier? Hij gooit letterlijk zijn knuppel, zeg maar, weg. En hij blijft gewoon staan, die knuppel. Applausje voor die trickshot. Het was niet bedoeld, maar dat was wel een goede trickshot. Weer een potje voetbal, een voorzet. En deze guy scoort met zijn kont. Ik heb veel goals gezien in mijn leven. Maar ik heb nog nooit iemand zien scoren met zijn kont. 10 punten voor originaliteit. We zijn hier bij ijshockey. En wat gaat hier gebeuren bij ijshockey? Deze man scoort een kopbal met ijshockey. Kijk dan. Hij kopt hem erin. Oké, dat... is wel heel bizar. Ik wist niet dat het een ding was om een kopbal te scoren met ijshockey. Het is maar goed dat ze een helm op hebben. Bij dit potje baseball deed de commentator mee. De commentator vangt letterlijk de bal. Dat is toch bizar? Zie het dan voor je dat een of andere Jack Ploy of Olaf Mol opeens, zeg maar, een Formule 1 auto vangt? Nee, dat kan niet. Maar meedoet met de wedstrijd. Gesproken over Formule 1 en racen, heb jij ooit zo'n onmogelijke crash gezien? Hij springt letterlijk over die auto heen. Kijk dan. En hij rijdt daarna gewoon lekker verder. Alsof er niks is gebeurd. Of ja, zijn auto staat wel half te roken. Maar hij is niet gecrashed. We zijn hier bij een potje tennis. Of eigenlijk is het badminton. En Oké. Hoe noem je dat ding? Ik heb geen idee. Maar dat ding die blijft letterlijk erop liggen. Ja, nu is de vraag, wie krijgt er een punt? Ik zou het niet weten. We zijn hier weer bij een potje voetbal. Goeie paas. Gaat hij erin? Oh nee, paasje op Salah. En oh! Hij scoort gewoon door zijn benen via een hakje. Ja, dat noem je nou nog eens een hele lijpe goal. Dat kunnen alleen spelers als Salah. We zijn hier opnieuw bij een potje basketbal. En hij paast de bal naar hem. En hij scoort gewoon... Hij doet gewoon, hoppakee, en de bal gaat er ook nog in. Ja, dit is weer zo'n geval. Als het lukt, dan ben je supercool. In Amerika krijg je altijd zo'n show voordat de wedstrijd begint. En dit was zo'n show. Kijk hoe lijp dit eruit ziet. Oprecht, je zou toch denken dat, ja, dat dit onmogelijk is. Maar blijkbaar niet. Mensen kunnen dit gewoon. Wat gaat zij doen? Oké. Deze mevrouw doet gewoon een salto en scoort. Oké. Lekker potje poelen. Nou, dan wil je niet met deze mevrouw spelen. Zij heeft namelijk maar één bal nodig. En alles zit erin. Besef dat je dan 2 euro in zo'n poeltafel hebt gegooid. Ja, dit is de snelste 2 euro ooit. Deze man is aan het pingpongen met een aap. Dit is toch insane. En hij verliest zelfs. Deze aap is zelfs beter. Ja, dit is letterlijk dat ik dacht, dit is onmogelijk. Hoe kan een aap goed zo goed pingpongen? Penalty, gaat hij erin via de paal en... Dat is echt de meest rare penalty die ik ooit heb gezien. Hij gaat via de paal, via de andere paal, via de keeper erin. Deze keeper heeft echt pech. Dit is een wedstrijd waar je, zeg maar, aan het rennen bent. Alleen die cameraman, die moet eigenlijk ook meedoen. Want die cameraman rent gewoon sneller dan de mensen die aan het rennen zijn. Waarom doet deze cameraman niet mee racen? Hij heeft zelfs een grote camera op zijn rug, zeg maar. Dit is Manuel Neuer, een van de beste keepers ooit. En hier zie je waarom. Ja, dit is wel echt de meest coole redding die ik ooit heb gezien. Hij kijkt niet eens. We zijn hier bij een potje voetbal en... Oké. Hey, respect. Wil je nou nog meer video's van mij zien? Klik dan snel op deze video. Doe ook even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Mick out.